Het Nederlands elftal bereidt zich in Zeist voor op de Nations League-duels met Hongarije en Bosnië en Herzegovina. Er waren zorgen over Frenkie de Jong, want hij viel geblesseerd uit bij zijn club Barcelona. Maar de man van 54 Interland stond vanmiddag gelukkig gewoon op het veld bij die eerste training. Pascal Kamperman heeft die training voor ons bekeken. Goedenavond, Pascal. Ja, dan is er maar één vraag. Hè. Hoe fit oogt Frenkie de Jong? Ja, hij oogt eigenlijk wel redelijk fit. Is misschien wat lastig te bepalen na één training van vandaag. Maar het feit dat hij als eerste sowieso op het trainingsveld stond. En ook door Koeman werd toegesproken zo van, nou dat is even geleden. Hè. Dat zegt misschien al wel heel veel. 14 maanden was hij er niet bij. En de lach op zijn gezicht is in ieder geval weer terug. Hij kon de oefeningen ook allemaal meedoen. Al was dat niet allemaal heel intensief. Uiteindelijk met een klein groepje hebben ze nog een spelletje gedaan. Dat verloor hij wel. Dus krijgt hij tik op het hoofd. Dus misschien is hij nog niet in zijn allerbeste topvorm. Uiteindelijk zijn zij van het veld gegaan. Maar hij heeft dus wel gewoon meegetraind. Nou moet ik zeggen dat ik dat ook dacht vlak voor het EK. Toen hij die laatste training meemaakte. Dat hij toen ook weer fit was. En toen haakte hij alsnog af. Ik ben geen dokter. Maar als ik dit vanavond zo heb gezien. Dan is hij er gewoon bij. Zaterdag tegen Hongarije. Ja, toch die doktersogen van jou nog een keer gebruiken hoor. Want hoe zit het met de rest van de groep? Is iedereen fit? Ja, nou ja, de meeste zijn er wel vanavond aan het eind van de middag op de training. 24 spelers stonden er op het veld. Bart Verbrugge, niet de doelman. Maar het is ook een soort van hersteltraining eigenlijk op deze dinsdag namiddag. Verbrugge deed een eigen programma in de gym. En de spelers die er vorige interlandperiode niet bij waren, die zijn er nu bijvoorbeeld ook wel weer. Teun Koopmanders, Devine Rens is er weer. Noah Lang, de gebroeders Timber zijn er allebei. En ze hebben allemaal getraind vanavond. De een wat intensiever dan de ander misschien, maar ze konden allemaal in ieder geval op het veld staan. Sommigen gingen uiteindelijk ook iets eerder van het veld af. Virgil van Dijk bijvoorbeeld met Quinten Timber, die dus van het weekend ook nog last had bij Feyenoord met de inspanningsfysioloog eerder naar de gym om daar een herstelprogramma te doen. Maar ze zijn er allemaal, geen afmeldingen meer, dus kunnen ze ook allemaal komend weekend aan de bak. Dat is goed nieuws, een completere selectie. Vorige interlandperiode zag het er vooral tegen Duitsland niet best uit. Gaat Koeman dat dan nu helemaal anders doen? Nou, niet helemaal anders doen qua systeem. Maar het zal natuurlijk vooral heel veel beter moeten in vergelijking met die wedstrijd tegen Duitsland. Vooral die eerste helft was enorm zorgelijk. Toen werden ze aan alle kanten weggetikt. Koeman stond als een gek te dirigeren aan de zijlijn, wilde het herstellen. Dat lukte ook niet allemaal. En hij concludeerde gisteren al op de persconferentie dat blijkbaar zijn plan, dat hij dat niet helemaal over heeft kunnen brengen op de spelers met zijn staf. Dat neemt hij zichzelf kwalijk. En bovendien speelde het ook nog wel mee dat in die wedstrijd tegen Duitsland een paar bepalende spelers er niet bij waren. Oké, was er niet bij. Van Dijk was er niet bij. Frenkie de Jong was er niet bij. Wijnaldum, Blind, Deroon, Memphis, dat was altijd vele jaren je as. Maar ook met je ervaring en met ook spelinzicht. Nou ja, en nu is de groep iets anders en daar moeten we aan werken. Daar zullen we deze week ook de spelers in betrekken om dat nog duidelijker te maken wat we willen.